klein, stief notiertje. Ik denk dat, misschien wel eens gehoord is door jullie, maar het is hier in de achterhoek een vrij sporadisch gespeeld nummer. Je kunt meer in een shanty-koor, dus in een koor van Zeemansliefde horen, als in een trekkermonteraarboek. Maar ik vind het zo prachtig mogelijk, ik wil het jullie niet onderhouden. Thank you.
bisschen betrachten. Volgende liedje is ook weer een wals. Veel dan ook daar veel wals hebben, hè? Dat is het gemakkelijkste liedje zijn spullen. Maar ook altijd die gezelligste vinden. Dat is deze, ja, het is wel gezellig, maar het is mooi, het is van vroeger. Ik geef dan een smaddelaar. De smaddelaar. En toen. Oh,
So. Was het laatste liedje van ons optreden, de try-out is wie. Met deze nummers gaan we de 5 of 6 kiezen waar ze mee op het podium hadden. En we zitten hier nu ongeveer met een gezellige 30-40 man, maar daar zitten de 400. En daar zullen ze nog wel even zweten. Dus dat is een keer zo'n groot gatje met allemaal van die kamerlijke mensen. En dan wordt dat voor optreden. De eerste keer dat ik heb vroeger bij de Trekkerbloes gespeeld. En mijn vrouw die zit er nog steeds bij. En die Anton die zit ook bij de Trekkerbloes. En dan de eerste keer op het podium komt, dan hij echt de rug nat. Al zal er 5 graden onder nul zijn. Maar hij nat de rug nat. Alleen al het gezicht van de mensen. Want mijn bronkhorst zullen hier ook aangekomen worden. Zeg alle bronkhorst die staan weer omhoog. Heel uw bronkhorst komen. Anton. Anton, uw bronkhorst. Ik kom dat naar de kamer. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muziek. Van het optreden van ons. We hebben ons best gedaan. We hebben een mooie leerervaring gehad. En jullie een hopelijke fijne middag. En dan wil ik Reinhard van Assen zien. Ik ga ze een beetje voor de voeten weggemaakt, maar ik denk dat dit een hele leuke middag is geweest voor ons allemaal. Het kwam ook heel spontaan. Jos en ik hebben een beetje contact gehad met elkaar. En toen zeg ik op een gegeven moment, ja, die Ruben Pino Reinhardt is dat doen niks om eens een keer te komen spelen tegen haar schuurlijk is dat wel wat. Dus, vandoor dat ze dus hier zullen komen en dus try-out en ik hoop dat jullie er heel veel steun aan hebben, ook voor het gezelschap zo dit. Klein gezelschap, maar ik geloof, zo te zien, ik zelf ook, heb genoten van deze middag. Dat is hartstikke leuk. Ik ben spontaan, dus eigenlijk mensen meezingen en zo hoor het ook een beetje namelijk. Vooral, nogmaals, Jos en muzikanten allemaal heel hartelijk bedankt. En ik hoop dat ik nog eens een keer een beroep op je mag doen. Want ik denk, als ik jullie aankijk, nou, dat het misschien voor een jaarlijks bijeenkomen toch wel eens heel leuk zal zijn. Ja? Nou, heel erg.